haast. Je kan echt niet eten, hè? Wel. Nee. Shit, man. Zit hier nou zoiets sokken? Ja. Heb jij zoiets sokken? Ik heb niet. Echt wel? Nee. Want ik heb mijn schoenen nog aan. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik zit hier samen met Mart. Hij heet Snoepjes. En we zitten vandaag niet thuis. We zitten bij Enzo en Dave. Hartstikke leuk. Gezellig. Vandaag doen wij een Q&A. Dat houdt in dat je jullie, de kijkers, vragen insturen en wij gaan die bevragen. Vraag gast beantwoorden. Ken je die? Ja, van de, Pai. Ja, die is leuk, hè. Ik ga die antwoord niet bevragen. Hij komt nu weer wild. Werk aan de winkel, is dat in Eindhoven of is dat ergens anders? De clubs staan in de rij voor je. Ja, die antwoord ga ik niet bevragen. Antwoord ga ik niet beantwoorden. De eerste vraag is van Owen en deze jongen die vraagt... Owen. De eerste vraag is van Owen en die vraagt... Altijd naakt of nooit meer je huis uit? Oeh. Ik denk dat ik... Maar ben jij dan als enige antwoord? Ja, inderdaad. Kijk, als iedereen dat is zo naakt is, dan is ja. Dat is zo awkward. Maar wat als je nooit meer je huis uit kan? Ja, of stel je hebt een huis, een heel skeer huis, zeg maar een klein huis, of... Gewoon ergens midden in de, stad? In een dorp of zo. Ja, stel je hebt echt een fucking groot huis. Met zieke tuin en... Ja, maar bedoel, ja... Maar kijk, nooit meer je huis uit, mag je dan wel in je tuin? Dat weet ik niet. Dat is wel jouw grond, maar... Ja, ik denk dat het wel mag. Oké, ik ga voor nooit meer mijn huis uit. Ja, ik ook, ik denk het ook, want ik ga niet... Altijd naakt gaat. Dat zou echt vies zijn. Echt. Vraag nummer 2 is van Sarah en ze vraagt waarom ben je begonnen aan YouTube? Ik denk dat die vraag meer voor jou is gesteld. Ja, maar jij kan hem ook wel Ik kan hem ook wel beantwoorden, maar ga jij maar in. Nou, ik ben ooit begonnen, het is al echt, ik denk wel 2,5 jaar terug of zo. Maar in ieder geval ongeveer toen Enzo bij vlog 20 was, kwamen er steeds meer reacties van dat ik ook een YouTube kanaal moest beginnen. Nou, dat had ik toen gedaan. Toen ben ik begonnen op 2013, 8 november. En ik deed toen helemaal niet serieus en toen in 2014, in augustus ongeveer, toen ging mijn eerste video echt online. En die was wel serieus en vanaf toen ben ik eigenlijk echt serieus gaan doen. Het gaat zeker goed. Ja, echt, jongens, die support de laatste tijd. Support, niet support. Support. Echt, dankjewel. Ja, daar ben je ook heel blij mee. Ja, eigenlijk ben ik begonnen door Quinn eigenlijk en door Don onder andere. En door de mede-YouTubers om me heen. En die, ja, daarvoor ging ik eigenlijk toch ook wel om met YouTubers. En vooral met jou. En toen zag ik jullie gewoon die camera erbij pakken en alles. En gewoon filmen en alles. Dus dat vond ik op zich ook wel chill om te doen. Althans, het zag er ziek leuk uit. Dus ik dacht, ja, dan kan ik het ook altijd proberen. En ik ga nu heel erg lekker, dus... Al bijna de 5000 abonnees. Al bijna de 5000 abonnees. Help me even. Moet die echt naar zweet gaan. Kijk eens, zei je goed? Nee, ja, hij is sokken. Ja, dat ben ik. We gaan hem niet inlaten. Ja. Nee. Kutje. Maar ga je vragen van ons, wat zou je doen als je een eenkorn ziet? Met een roze trui. Wat zou je doen als je een eekhoorn ziet met een roze trui? Nou, ik zou denk ik... Ik zou echt meteen een foto maken. Ik zou gewoon foto's maken. Gewoon zo'n selfie. Owen vraagt, kan je een koekje op je voorhoofd leggen en dan zonder handen je koekje in je mond proberen te krijgen en dan opeten? Nou, dat gaan we natuurlijk even proberen. Dat gaan we proberen, dus dat zien jullie. We gaan heel even de koekjes even pakken. Dan doen we even de koekjes la open. De koekla. En dan zie je vooral chips in plaats van koek. Maar die zijn best groot, hè? Die vind ik niet zo lekker. Vind je die niet zo lekker? Oh, laten we er eentje wel door de helft doen. Ja, daarom. Oké, doen we dat. Let's go! Oké, we hebben hem hier. Gaan we tegelijk? Ja, is goed. Oké, wacht. Ik ga zo zitten. Als je dat kunnen jullie niet zien. Dat is wel echt lastig, gasten. Jij maar eerst. Doe jij maar eerst. Ah, je bent in mijn ogen. Oké, Quinn gaat eerst proberen. Je moet gewoon in één keer. Oké, Quinn is niet gelukt. Ja, maar ik wil het hier nou nog een keer proberen. Ik wil hem heel graag opeten. Ach. Hij plakt aan. Ah, kut. Dat is moeilijk. Mag nog een keer. Oh, ik had er aangeraakt met mijn tong. Ah. Nee, het is mij niet gelukt. Oh, shit. Volgens mij kan het niet. Het kan wel. Nee, kijk, je moet zo doen. Kijk, het is volgens mij is de bedoeling dat als je zo doet. Zit zo klaar. Oh, ik had hem bijna, gast. Zou ik ben... Oh,
probleem op mijn handen. Ik ga het proberen. Hij moet chocolade uit mijn hoofd. Musje gefaald. Volgende vraag. De volgende vraag is van Floris Jansen. En die vraagt, hoe zie jij jouw kanaal? Of over hoeveel subs heb jij aan het eind van het jaar? Hoeveel subs schat jij aan het eind van het jaar? Hoe lang duurt dat nog ongeveer? We zitten nu in augustus. Nog 4 maanden ongeveer. Nog ongeveer 4 maanden en dan is het jaar voorbij. Nou, ik denk dat ik in een maand sowieso wel 5000 abonnees erbij krijg. Ja. Nou, het zou fucking sick zijn om 300.000 al te halen. Maar ik denk niet dat dat gaat lukken, jongens. Maar dat zou echt insane zijn. Maar ik denk dat ik wel de 275.000 haal. Voor dit jaar. Dat is wel minimaal. Ja, ik zit nu op 5000. En mijn kanaal gaat nu al heel erg hard. Ik ga groeien per dag bijna 100. Ja, serieus. Dat is echt veel, ja. Dus ik hoop dat ik wel op de 10k kom. Dat is wel echt een mijlpaal die ik wil. Dus ja, ik hoop het. Ja. Dat vind ik wel leuk. Door naar de volgende vraag. De volgende vraag is: wie kan er het best een rondje tekenen? Ja. Laten we dat even gaan proberen. Maar ik vind dat je niet helemaal netjes. Ik vind dat je gewoon zo moet tekenen. Niet dat je helemaal zo gaat tekenen. En met je verkeerde hand. Dus eerst met je goede hand en daarna met je verkeerde hand. Oké, goed. Let's do this. Let's go. Minimum. Oké, dus eerst met je goede hand. Dat is bij mij recht. Bij mij ook. Ah, gast, ik ben hier zo slecht in, hè. Dan kan ik je echt. Maar je moet in één keer, hè? Ja, niet zo. Nee, gewoon zo. Oké, ja. Oké, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. 3, 2, 1. Oh, die is helemaal verneukt. Deze heeft Mart denk ik wel gewonnen. Ja, heb ik gewonnen? Ja, dat denk ik wel. Die even de camera laten zien. Laat even weten in de reacties, jongens. Dit is Mart en dat was. Ja. Nu, met links. Dit worden we echt niet, ik voel het gewoon al. Oké, 3, 2, 1. Oh ja, dat heb jij gewonnen. Oh, oké. En nu is het een soort van gelijkspel, dus we draaien het papiertje om. Yeah. En nu gaan we met onze mond. En daar mag je zo lang over doen als je wilt, want dat is heel moeilijk. 3, 2, 1, dan. Ah, ik ben. Dat kan toch niet, grap. Het kan helemaal niet. Ik zie het op de tafel. Nou, ik denk dat Mart heeft gewonnen, jongens. Yeah. Oké, we stoppen hier van mij. Dit wordt hem niet. Verder naar de video. Ronda, daar. Volgende vraag is: zou je liever stenen willen uitpoepen of spijkers? Ik denk stenen. Want spijkers prikken echt in je armskringen zo, dus dat doet echt pijn. Dus we gaan weer stenen. Let's go. Nou mensen, dit was de video. Hopelijk vond jij hem tof. Laat zeker weten met een blauwe duimpje omhoog achter. Blauw duimpje, oké. Ja, check Mart's kanaal in de beschrijving. En ik check jullie de volgende keer weer. Later. Oh.